Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. In deze video ga ik samen met jullie dit logo maken. Dat is mijn logo. Die heb ik gemaakt van lichte multiplex in combinatie met mat zwart plexiglas. En ik laat in de video zien hoe je het plaatje kunt omzetten van PNG naar een vector. Hoe je vervolgens de verschillende lagen eruit haalt. Hoe je de lagen instelt om juist te kunnen snijden. En dan gaan we het snijden en vervolgens gaan we het logo in elkaar zetten. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. En blijf vooral kijken als je het interessant vindt. En veel succes met de video. Nou, zoals gezegd gaan we een logootje maken. En dat wordt gemaakt van zwart plexiglas in combinatie met licht multiplex. Nou, hoe ga je dat doen? Ik selecteer eerst het logo. Die ga ik inladen. In dit geval is het mijn eigen logo. En dit is een plaatje, een PNG. Dus die moeten we eerst omzetten naar een vector. Ik heb daar een video over gemaakt, even terug. Dus als je hierboven klikt, dan kun je die bekijken. Maar rechtermuisknop. Dan zeg je Trace Image. Dan krijg je een automatische tool die het plaatje kan omkaderen. Ik schuif hem een klein beetje. Kijken of die goed staat. Nou ja, het komt niet zo nauw, want dit is echt een voorbeeld alleen. Ik zeg oké. Okay, en als je nu gaat kijken, heb je dus het originele plaatje. En je hebt het omkaderde geheel. Het plaatje selecteer ik en die gooi ik weg, want die heb ik niet meer nodig. En hetgene wat overblijft, zet ik even in het midden. En maak ik wat groter. Zodat jullie het goed kunnen zien. Nou, wat is de bedoeling? Ik wil het buitenste randje, dat dunne randje waar ik nu tussen zit, die wil ik zwart maken. Dan wil ik het gedeelte tussen de letters wil ik ook zwart maken. En de letters zelf, die wil ik licht maken. En die wordt dan van multiplex. De rest, de buitenste rand en het middelste stukje, worden van plexiglas. Nou, hoe ga ik dat doen? Ik selecteer eerst even de vector. Dan zeg ik rechtermuis op ungroup. Dan heb ik alles, kan ik los selecteren. En dan selecteer ik alleen even de buitenste rand die ik wil. Dan zeg ik kopiëren, dat doe ik met Ctrl-C en dan plakken met Ctrl-V. En dan zie je dat ik hier een kopie heb gemaakt. Die wil ik even aan elkaar koppelen, dan zeg ik rechtermuis op, dan zeg ik groep. Dan is het één geheel geworden. Dan kunnen ze niet los van elkaar gaan verschuiven. Nou, ik zet die eventjes hier in de hoek neer. Dat is het eerste stukje wat ik wil gaan uitsnijden. Dan pak ik het middelste stuk. Ik selecteer deze. Ik pak natuurlijk ook de V. En die moeten allemaal van zwart plexiglas ook worden. Dus ik zeg even weer groep, dat ze bij elkaar hangen. Dan zeg ik weer even kopiëren met Ctrl-C en plakken met Ctrl-V. En zoals je ziet heb ik nu het tweede gedeelte heb ik uitgesneden. Of in ieder geval eruit gehaald. Dan moet ik de laatste laag. Die moet multiplex worden, dus dan moet ik deze binnenste rand hebben en de middelste lijn. Die ga ik weer groeperen. Die ga ik ook weer kopiëren en plakken. En die gooi ik even hier in de hoek erlangs. Zo. Dan zie je dat ik alle drie de lagen, of alle drie de gedeeltes zeg maar, heb ik eruit gehaald. Dit heb ik niet meer nodig, dus die selecteer ik en die gooi ik weg. En dan houden we dit over. Nou, nu moet ik natuurlijk, omdat het drie verschillende lagen zijn, moet ik die ook allemaal als aparte laag erin gaan zetten en bewerken. Dus daarvoor kan ik laag 1 selecteren en die maak ik even blauw. De volgende laag maak ik even bordeaux rood. En de laag daarna, die maak ik, oh, die is al groen, die maak ik groen. Dan zul je zien, hier zie je ook dat de lijnen nu naar voren komen in de actielijst, zeg maar. Wat je ook ziet is dat de groen staat als eerste actie, blauw als tweede en rood als derde. Nou, dat is niet wat ik wil, want ik wil eerst wil ik deze uitsnijden. Dan wil ik het middelste gedeelte en dan wil ik pas het multiplex gaan doen. Dus ik ga even het blauwe ga ik als eerste zetten. Dan komt rood, dus die kun je gewoon oppakken en slepen. En dan zie je dat nu de volgorde juist staat. Maar we hebben nog niet de juiste waarden, de juiste instellingen. Dus we moeten aangeven per laag, willen we graveren of willen we snijden? En welke snelheid en welke kracht willen we dat doen? Dus ik selecteer de eerste laag. Dan ga ik naar mijn bibliotheek. Dan zeg ik zwart plexiglas en die zeg ik assign, oftewel toekennen. Dan zie je dat hier de waarde verandert in 100 mm per minuut bij 80%. En ergens is dat aan. De middelste laag die wordt hetzelfde, dus die is ook zwart plexiglas. Die assign ik ook, krijgt hij dezelfde waarde. En de laatste laag die wil ik
multiplex uitsnijden. En dan zeg ik assign. Die wordt 400 mm per minuut bij 80% en ook ergens is het aan. Nou, nu hebben we natuurlijk twee acties van hetzelfde materiaal. Het is natuurlijk zonde om dat zeg maar, hier te snijden en dan een stukje verderop op jezelf op het materiaal ook. Dus die ga ik in elkaar zetten. Dus deze die pak ik op en die schuif ik in het midden van die andere. En dan hebben we de multiplex actie. Die zetten we er langs. En dan kun je ervoor kiezen om twee plaatjes tegelijkertijd op je bed te leggen naast elkaar. Of je kunt ook gewoon tussentijds even wisselen. Dat kun je natuurlijk doen door de output uit te zetten. Dus als ik deze uitzet, gaat hij alleen die doen. En die doet hij niet. Nou, als ik even ga kijken hoe dat eruit ziet. Bij de preview, bij het voorbeeld. En ik ga even naar de start. Dan zie je dat hij eerst gaat hij nu het dunne randje uitsnijden. Dan gaat hij op hetzelfde stukje materiaal gaat hij het binnenstukje eruit halen. En daarna gaat hij het laatste gedeelte doen wat multiplex moet worden. Nou, als ik dat zo groot doe als dat hij nu ingesteld staat, dan gaat het een kwartier duren. Ik ga misschien wel iets kleiner maken, maar ik ga in ieder geval ga ik dat even nu uitsnijden. En dan kom ik zo bij jullie terug om te laten zien wat het resultaat wordt. Nou, ik heb jullie even meegenomen naar de computer die aan de laser hangt. Zoals je kunt zien heb ik hier de logo's ingeladen. Ik heb eentje heb ik even buiten het veld gezet en de andere erin. Ik heb het plexiglas eronder gelegd. Als ik nu even de laser aanzetten. Zo. En dan ga ik eventjes de camera even updaten. Overlay. Zo, dan kun je zien. Hier kun je, even deze uitzetten. Kun je zien dat het plexiglas er ligt. En hier heb ik mijn logo heb ik geplaatst in het hoekje van het plexiglas. En als ik dan de frame optie doe. Ik zal even de klep openzetten. Maak een beetje herrie. Dan kun je zien dat hij zeg maar mooi in het hoekje gaat snijden. Dus dat is goed. Ik zet boven zet ik bij de het snijden zet ik even deze uit. Dus hij pakt nu alleen maar, even kijken, de eerste twee lagen. Dus als ik deze ga afspelen, pakt hij alleen de eerste rand. En hij pakt de binnenkant. Nou, die ga ik dan even snijden. Dat kost, even kijken, 10 minuutjes. Als die klaar is, dan kom ik bij jullie terug. En dan gaan we namelijk het multiplex gaan snijden. Nou, het eerste stuk is klaar. Ik ga even kijken wat het geworden is. Even kijken. Die is klaar. Dan ga ik nu het hout erin leggen en dan gaan we het hout graveren. En dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, ik heb het hout erin gelegd. Ik ga eventjes de camera updaten. Nou, zoals je kunt zien zit het hout er nu in. Deze gaat even, oh. Even alles sorteren. Deze gaat eventjes naar links toe. Even met één hand doen. Is lastiger. Deze gaat erop. Even die aanzetten, anders dan zie ik hem niet. Die aan en die uit. Even kijken. Meer links onderin. Dan ga ik even kijken of hij het goed doet. Gewoon openmaken. Ga ik hem framen. Nou, die staat goed. En dan ga ik hem starten. En dan kom ik weer bij jullie terug dadelijk. Nou, zoals jullie kunnen zien is hij klaar. Ik ga hem eventjes weghalen.
En dat is het geworden. Ik ga het er even uithalen en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, nu is alles uitgesneden. En zoals je ziet, ik heb het even op een wit velletje papier gelegd. En dan wordt het hopelijk wat duidelijker. Hier heb ik natuurlijk het multiplex. Hier het plexiglas. Nou ja, hier heb ik nodig deze en deze. Deze ga ik even aan de kant leggen. En vanaf deze heb ik nodig, even kijken, de binnenkant, deze, die V niet. En ik heb hier dat dunne randje nodig. Zo. Nou, dan moet dat dunne randje moet hier overheen komen. Ga ik even kijken of dat lukt zo. Pak hem heel even in mijn handen, want ik denk dat ik hem zo eromheen moet klemmen. En draaien, want die zit best wel strak. Maar dat geeft niet, dan blijft hij mooi zitten. Kijken dat ik hem niet sloop. Zo. Even aandrukken. Die even weg. Dan moet deze binnenkant erin. Zo, die past ook mooi. Dan de V nog erin. Kijk, nou krijgen we een logo. Misschien later moet ik hem even verlijmen. Wat ik nu moet doen is, ik moet de folie eraf gaan halen. Kijken of ik dat met mijn duim kan doen. Ja, daar komt hij. Kijken of ik hem met de pincet eraf kan halen. Zo. Zo. Deze er even af. Dat is één. En dan moet ik dat kleine randje nog even. Of die eraf kan krijgen. Ja, dat gaat ook. Tjup, tjup, tjup. Kijk. En ik vind hem zelf wel leuk geluk. Maar dan heb je dus het logo. Met het plexiglas. Multiplex erin. Nou, op die manier kun je dus zelf logo's maken. Nou, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van de video. Ja, zoals je zegt, het logo hebben we samen gemaakt. Ik vind hem wel leuk geworden. Ik heb ook nog een ander dingetje gemaakt. Die heb ik niet gefilmd. Maar daarbij heb ik ook met plexiglas en multiplex heb ik een ander soort logootje gemaakt. En doe dit vooral ook. Als je nog niet dit gedaan hebt, even doen. En dan zien we elkaar in een volgende video weer. Later!